Voor- en tegenstanders van aanpassing Graafseweg vliegen elkaar in de haren. Gemeente Nijmegen blundert bovendien met foutieve brief. Het was al jaren een pijnpunt in de Nijmeegse infrastructuur, de Graafseweg. Eerder al werden bepaalde delen van de weg versmald of heringedeeld. Maar nu zijn het de nieuwe plannen vanuit de gemeente die de gemoederen bezighouden. Het gedeelte tussen de Cavalierweg en de Nelson Mandelaplein, dat overigens al recent op de schop is geweest, moet nu wederom veranderen. Op dit gedeelte lopen beide rijrichtingen momenteel zo'n 100 meter uit elkaar. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om deze banen naar elkaar toe te leggen. Het gevolg: blije omwonenden aan de ene kant, boze aan de andere kant. En die woede loopt tot bedreigingen aan toe. De Graafseweg die gaat veranderen. En dat komt door het plan dat de gemeente heeft gemaakt voor de winkelsteeg. En daarbij heeft de gemeente besloten om de Graafseweg vanuit Wijchen, om die tot aan de Neerbosseweg te gaan verleggen. Ja, het is nu een vierbaansweg. Hè. Er liggen hier nu twee banen en er liggen twee banen aan de overkant. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als er twee banen verdwijnen. En dat is misschien ook wel de lange termijnvisie van de gemeente. Alleen op dit moment is de vraag of dat haalbaar is. Maar het mooiste zou zijn als er één baan de stad ingaat en één baan de stad uitgaat. Het onderzoek vanuit de gemeente is op dit moment nog bezig. We hebben begrepen dat op dit moment twee banen, één baan stad in, één baan stad uit, nog niet haalbaar is. En toen hebben we nagedacht van, is het dan logisch om die rare knik te maken bij de Neerbosseweg? Of is het misschien wel logischer om die vier banen die er aan de noordkant komen te liggen, om die dan door te trekken tot het traject Cavalierweg? En dat heeft voor dit deel van de wijk ongelooflijk veel voordelen. En ook voor de stad heeft het heel veel voordelen. De voordelen voor de wijk zijn dat dit asfalt allemaal verdwijnt en er allemaal groen voor in de plaats komt. Het heeft voor fietsers het voordeel dat hier nagedacht kan worden over bijvoorbeeld een prachtige snelfietsroute die Neerbos Oost verbindt met de stad, maar ook die station Goffert verbindt met de stad. Misschien heeft het mogelijkheden voor het openbaar vervoer. Maar vooral heel veel groen. En een van de ambities van de gemeente is om de stad duurzamer en groener te maken. De gemeente wil voor de rest niets zeggen over dit onderzoek of de plannen. Ze zouden de eerste brief hebben gestuurd, maar daar zou een fout in staan. Binnenkort komt de nieuwe brief op de mat bij de bewoners. Mensen aan de noordkant van de Graafseweg willen niet reageren op camera. Ze melden ons wel dat ze geen brief hebben gezien, maar alles hebben moeten lezen in de kranten. Ze melden ons ook dat ze niet blij zijn met de plannen die de gemeente heeft. Dus zijn ze bang voor meer uitstoot en extra geluidsoverlast. Anton snapt dat de mensen aan de noordkant er een probleem mee kunnen hebben, maar hij blijft positief. Ja, dat snap ik helemaal. En dat vind ik ook belangrijk om daarover na te denken. Maar we moeten wel appels met appels vergelijken. En als je kijkt, als je bijvoorbeeld de Google Maps kijkt, dan zie je heel duidelijk dat het aantal inwoners, het aantal huizen wat profijt gaat ondervinden van ons plan, vele malen groter is dan het aantal huizen wat nadelen gaat ondervinden. Inwoners van Elst hebben afgelopen zaterdag van alles kunnen leren over veiligheid in hun regio. De gemeente heeft een veiligheidsplein georganiseerd waar verschillende hulpdiensten aanwezig zijn. Op het veiligheidsplein kunnen inwoners kijken naar demonstraties en is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hulpdiensten. Dit noemen we een soort van veiligheidsplein. Als je om je heen kijkt zie je niet alleen politieauto's, zie je brandweerauto's, ambulance en de BOA's. Bij elke hulpdienst is er van alles te zien. De brandweer hebben we hier verschillende dingen meegenomen die we bij Post Els horen. Dat zijn onze tankauto-spuit, onze brandweerauto die hier staat. We hebben rietkapploeg brandbestrijding in Elst. Dat is deze ademwagen hebben we meegenomen. En we hebben een voorlichtingsauto meegenomen voor jongere kinderen. Nou, we proberen wat meer informatie te geven wat wij allemaal op de ambulance doen. En zeker tijdens reanimatie kan het best wel beangstigend zijn voor mensen. Hè. Als een dierbare wordt gereanimeerd, en dan kunnen we wel wat vertellen van wat wij allemaal doen, zodat ze wat meer wat van weten. En daarnaast hebben we nog een tas die we gebruiken. En binnen hebben we de brancard waar de kinderen op kunnen liggen en eventjes vragen kunnen stellen. Deze dag was niet alleen bedoeld voor jonge kinderen.
Jazeker, voor jonge kinderen, voor alle mensen algemeen, is gewoon kennis laten maken met ons materieel. We vertellen over wat we doen. Mensen die kijken naar de brandweer vaak, ja, de brandweer is voor de brand. Ja, wij doen ook mensen uit liften halen, noem maar op. Wateroverlast enzovoort. Dus daar vertellen we mensen wat over. Er zit een stukje preventieverhaal zit erbij. Ook een stukje voorlichting over onze taken. Ook de mensen van Stichting Kloppend Hart waren aanwezig en vertelden wat over reanimatie. Als er een hartprobleem komt en er wordt 112 gebeld, de meldkamer, dan wordt via Hart dan nu vrijwilligers opgeroepen om de AED op te halen. Naar het slachtoffer toe te gaan. Andere vrijwilligers die worden direct naar het slachtoffer toegestuurd om te starten met reanimatie. In de tussentijd rijden er twee ambulances naar het slachtoffer toe. Politie en brandweer is ook gewaarschuwd. En hier zie je een demonstratie waarbij een hartmassageapparaat wordt gebruikt die wij tijdens de reanimatie gebruiken. En dan geven we uitleg aan iedereen die dat interessant vinden. Deze dag was niet alleen om naar hulpdiensten te kijken, maar ook voor een stukje veiligheid. Dat als er iets is, dat ze weten wat ze kunnen en moeten doen. Nou, dat mensen wel meer respect krijgen, ook voor de hulpverleners. Hè? Want soms gebeurt er wel eens in acute situaties dat ze niet zo aardig zijn naar de hulpverleners. En dat we dat ook kunnen vertellen en waarom we de dingen doen. En waarom het ook is belangrijk dat we soms de ruimte krijgen bij een ongeval. Hè? Want mensen staan tegenwoordig ook met de telefoon alles te filmen. En dat we dan soms ook wel eens vragen om wat respect, dat ze wat op afstand blijven, zodat wij onze werk kunnen doen. Een 24-jarige man moet 13 jaar de gevangenis in omdat hij vorig jaar probeerde zijn ex-vriendin te doden. Hij wilde haar om het leven brengen omdat zij hun relatie had verbroken. Zijn plan mislukte doordat een man van 73 met zijn fiets tussen de schutter en de vrouw kwam staan. De fietser werd daarbij in zijn arm geschoten. Drie omstanders, waaronder de man die gewond raakte, werden vorige maand nog bedankt voor hun inzet en zij ontvingen hiervoor een bronzen heldenmedaille. Vanaf 1 november wordt betaald parkeren in Nijmegen uitgebreid tot in delen van de wijken De Biezen, Wolfkuil en Galgenveld. De inwoners van deze wijken hebben hierom gevraagd. De parkeerdruk is daar hoog en bewoners kunnen niet makkelijk hun auto kwijt. In de eerste twee weken van november worden er nog geen parkeerboetes uitgedeeld bij controle in de wijk. De bewoners van de straten waar het om gaat krijgen een brief en hebben de gelegenheid om zelf een parkeervergunning aan te vragen. Zondag vond de 19e editie van Bobbelpop plaats. Dit kleinzalige muziekfestival is speciaal gericht op mensen met een beperking. Ook dit jaar was het weer een daverend succes. Het festival was binnen no time uitverkocht en bezoekers hebben volop genoten van optredens van onder andere het Feestteam, zanger Marinus en Alle Kleuren. Benny, doe mee! Bollepop. Bollepop is een festival voor mensen met een beperking. En dat kan van alles zijn. We willen het beperkt houden. We willen niet groter. Want ja, je ziet zelf ook de locatie leent zich voor dit soort aantallen. En groter wordt alleen maar drukker en nog drukker. En voor mensen met een beperking zijn de prikkels niet altijd juist. Dus we proberen het kleinschalig te houden. Hey, en wie treden er vandaag allemaal op? We begonnen met zanger Marinus uit Beneden-Leeuwen. Die deed hier in de hal het voorprogramma. Daarna begon Alle Kleuren. Dat is een tributeband van K3. Nou, met een elfkoppige formatie was dat wel even een uitdaging op het podium. Maar het klonk fantastisch. Deed het helemaal geweldig. Daarna was Amar. Amar is de zingende Turk, noemen ze hem. Fantastisch. Op dit moment is Vincent aan het zingen. Brees die komt dadelijk nog. En het Feestteam sluit weer af, zoals elk jaar. Als jij erbij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Het lopen jullie op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot Loneland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Vrienden, hey. Als jij erbij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Het lopen jullie op wolken.
vergeten wie rond als je put je hands up. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen bij. Alsof we zweven door de lucht. Ik hoor niets op ogen. Vincent, vertel, hoe was het? Fantastisch. Ja, dat is het beste woord. Nee, het is gewoon één groot feest. Het is gewoon liefde. Het is gewoon muziek vooral. Ja, heerlijk. En iedereen zingt mee. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik denk, wij houden allemaal van muziek. En muziek verbindt elkaar. En ik denk dat het het mooiste dat er is. Ik bedoel, ik leef al mijn hele leven van de muziek. En ik ga voor de muziek. En dat merk je ook aan ja. De gasten. Die vinden dat ook fantastisch. Ja. Het is gewoon, je zingt wat. Ze zingen het ook inderdaad allemaal mee. En de sfeer, ja, dat is... Ja, en wat is het favoriete liedje, denk je? Favoriete, ja, kijk, Dromedans is mijn grootste hit. Dus als het moment dat ik dans jij met mij, dan zingen ze het allemaal mee. Ja. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Geluksmomentje gedaan, dat is mijn laatste nieuwe single. En ook dat, ja, dat gaat er gewoon in, dat kennen ze. Ja, ja. En voor mij was het ook wat een heel geluksmomentje om hier te mogen zingen. Ik bedoel, ja. Toen ik het al zag in mijn agenda, van ja, dan ga ik al met een grote glimlach op podium op. Hoe vind je het vandaag? Super, super, geweldig. En voor welke artiest kom jij nou? Ik kwam eens voor de Amar, voor de K3, en voor Vincent en voor Brees. En natuurlijk het feestteam van Maas en Wal, hè, en omstreken, ja. Ja. Dan gaat het dak er denk ik helemaal vanaf, hè? Ik denk het wel. Hé, hey, het feestteam is er al ruimschoots voordat ze gaan optreden. Waarom? Ja, waarom? Omdat wij Bolderpop in drie woorden geweldig vinden. En waarom dan? Ja, waarom dan? Waarom niet, hè? Nee, ja, het is altijd zo, het voelt ook een beetje als thuiskomen. Als we hier eenmaal zijn en allemaal lieve mensen en iedereen is enthousiast. En al jaren achter elkaar komen we hier en we zijn elke keer weer trots en blij dat we hier mogen terugkomen. Ben jij niet zelf ook gewoon een van de artiesten? Nou, nee, ik ben de gastheer, maar ik ben wel iemand die graag er eventjes in de zaal in gaat en de mensen... Want ja, ik zie deze mensen één keer per jaar en dan, oh ja, hij is er weer en hij is er weer en zij is er weer. En, dus op een gegeven moment hoor je een beetje bij het meublement van Bolderpop. En niet meer en niet minder. Ik bedoel, de artiesten zijn natuurlijk de echte knallers. Daar komen ze voor. Uiteindelijk zijn deze doelgroep misschien wel een stukje enthousiaster dan gemiddeld. Die komen binnen en dan is uiteindelijk het feest al begonnen. Ze hebben het feest al bij zich. En bij een ander feest zie je vaak dat mensen komen binnen en kijken een beetje chagrijnig. En die drinken dan een paar borrels en die worden steeds gezelliger. Nee, dit is gezellig vanaf moment 1. En sterker nog, wij krijgen ook wat mee van het voorgloeien van het evenement. Want mensen hebben het erover. Wij lopen hier in het dorp, wij komen uit de buurt. En dan komen mensen tegen die zeggen, Bolderpop, nog 3 weken, nog 10 dagen nog. Ja, daar word je heel erg enthousiast van. Volgend jaar, de 20ste keer, ga jij dan zelf ook zingen? Als daar een aanleiding voor is, of als de vraag er zou zijn... Ja, dan kan ik geen enkele reden bedenken om niet te doen. Kijk, ik ben natuurlijk... vooral druk altijd rond Sinterklaas. En dit valt net even iets aan de vroege kant. Dus om nu Sinterklaas te vinden, dan denk ik dat ik al te veel jongens en meiden onrustig maak. Dat denk ik ook. Hè? Want dat moeten we misschien niet willen. Ik weet nu dat er een engel van waren bestaat. Je kunt daar niet zien als de zachtjes tegen je praat. Ja, ondanks dat de herfst nu zichtbaar en voelbaar is begonnen, hebben we nog niet zoveel om over te klagen. We moeten inmiddels wel weer een jas aan als we naar buiten gaan, maar verder is het heerlijk toeven met veel zon en rustig herfstweer. Ook morgen en woensdag blijft dat zo het geval. Het blijft vooral droog en de zon is ook vaak te zien en de temperatuur komt deze dagen uit op prima 14 graden. Donderdag krijgen we weer even met een dipje te maken. De temperatuur gaat dan wel wat omhoog, naar zo'n 17 graden. Maar de dag zal verder vrij regenachtig verlopen. Hoe het weer er na die dag eruit zal zien, is momenteel nog onzeker. Ja, tot zover het RN7 regionieuws van maandag 16 oktober. Op onze website rn7.nl volg je op elk moment van de dag het laatste nieuws uit jouw buurt. Volg ons daarnaast ook op sociale media, Facebook, X en Instagram. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan.